In deze aflevering blijken de smulgrotten groter dan verwacht. Mario komt Kamek tegen en die spant weer een super tof Bowser-schip. Mario wordt ook beschoten door allerlei grote lavablokken. En het stukje met deze draak is misschien wel het allertofste stuk uit Super Mario Wonder. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en geniet van deze video. In de comments lees ik dat jullie ook willen dat ik met Yoshi of Nabbit speel, maar die lopen geen schade op, dus dat vind ik een beetje saai. Dus nu we richting het einde van de game gaan, mag Mario het gewoon gaan doen. Het gevaar van de raars. Oké, maar wat is dat gevaar dan? Oh, ik wou wel zeggen, dit ziet er een beetje lastig uit, maar het valt mee. Er komen gewoon opnieuw blokken hier zo overal tevoorschijn. En die blokken, die kunnen we dan... Oh, ja, daar moeten we dan zo op. Ja. Oh, huh? Oh, wat? Wat gebeurt er? Mijn power-up was gewoon weggestolen of... Nou ja, ik weet het niet. Het zal wel... Oh, hier is een raar. Kijk, die raar, die gaat er dan zo doorheen. Dan kan ik de 10 munt pakken en deze pakken, zodat die blokjes lekker weggaan. Oké, daar is weer een raar. Wat gebeurt er met deze raar? Oh, die gaat gewoon zo naar beneden. Oh, dan moet ik... Kan ik hier naar boven? Ik wil daar naar boven. Oh, dat gaat even niet. Maar misschien kan ik wel hier naar boven. Oh, misschien moet ik hier wel naar boven. Kan ik daarin trouwens? Zou wat chill zijn als ik gewoon daar... Nee, ik kan daar sowieso niet in, want die beesten die komen eruit. Nee, dat gaat hem niet worden. Maar ik kan misschien wel... Nee, daar kan ik denk ook niet in. Ik wil eigenlijk gewoon daar naar boven, maar ik denk dat ik niet daar naar boven kan. Deze buizen kan ik ook allemaal niet in. Daar geloof ik helemaal niks van. Huh. Kan ik wel hier verder naar boven? Ja, ik kan natuurlijk wel hier even gaan kijken. Of we hier naar boven kunnen? Nee, daar kunnen we niet naartoe. Oké, cool. Oké. Ja, top. Kan ik hier in? Hier kan ik wel in. Oh, hier zijn kapot veel raars. Maar dan moet ik gewoon zo'n kaart naar beneden. Hoppakee. Oh, moest ik hier ook in? Is dit de plek waar ik naartoe moest? Ik hoop dat ik niks mis trouwens nu. Want ik heb een beetje het gevoel alsof ik wel wat mis. Wat gebeurt er daar? 10 munt. Oké. Moeten we even gewoon rustig de kalmte bewaren? Even gewoon chill zijn? Ik denk dat ik zelfs nog even gewoon zo nog extra kalmte bewaar. Zo, en dan... Jongen, zo, ik kon hem echt maar net pakken gewoon. Dat ging helemaal net. Oké, we moeten even zoeken hoe we bij de wonderbloem gaan komen. Want we kunnen niet via hierboven... Oh, wacht! Ik kan hier gewoon doorheen. Wacht even. Ik maakte net iets kapot. Oh nee, ik kan zo... Ik maak helemaal niks kapot. Ik kan gewoon zo erdoorheen... Maar niet daar. Ja, hier naartoe. En dan... Hotskidee! Wonderbloompie! Oh, nu kijken we opeens van de bovenkant erop. Oh, dit is lachen. La la la. Dan gaan we een beetje lopen. Ook rustig aan, vriend. Ja, gaan we hier naartoe. Gaan we zo. Oh, dan moet ik even uitkijken, want er komt een beest staan. Oh, ja. Oké. Beetje jammer. Oké, nog een rarigie. Ja, even tempootje. Ja, zo, cool. Even hier naar boven. Even deze pakken. Ja, lekker. En beneden naar beneden. Daar is weer een raar. Die kunnen we gewoon negeren. Oh, ik moet hier even achteraan lopen. Kan ik er snel doorheen? Ja hoor. Oké, die raar was flink op mijn bakkers. Pak even een power-up hier voor het geval dat ik nog een keer geraakt word. Maar ik ga gewoon rennen. Doe raar. Hatsaplats, wonderzaadje in de pocket. We zijn dus bijna aan het einde van deze game. En knal die duimpjes nog even omhoog. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Dan hoef je namelijk nooit een Nintendo video te missen. Ik ga trouwens even hier naar boven. Oké, en wat gebeurt er dan als ik hier ben? Oh, kijk, daar is een 10 munt. Hoe gaan we die pakken? Gaan we die als we in de vloer gaan, kunnen we die... Ja, kijk. Ja! We hebben die raar gebalazerd. Dat was zo leuk. Oké, let's go, Mario. Oh, daar was weer een raar. Oh ja, hier waren we net. Dan moeten we gewoon even deze buis in. En dan denk ik dat we dit level hebben voltooid, hoor. Ja, zeker wel. Hoppakee. Oké, is hier aan de rechterkant dan nog iets? Ja, er gaat een pad open hier naartoe. Naar de verschroeide grot. Oh, kijk hier. Staat iemand gewoon te chillen. Hier, midden in een vulkaan. Gewoon even simpel met je kraampje even spulletjes verkopen. De muntenmagneet. Sowieso gaan we die badge kopen. Sowieso gaan we dit wonderzaadje kopen. Zou ik nog wat nieuwe borden kunnen krijgen? Kijk, dat zijn alvast twee nieuwe. Dit gaat lekker. Oké, dit is een dubbele. Hoeveel hebben we er ondertussen? 92 van de 144. En dat blijft zo. Oké, gaan we kijken of we de 100 kunnen krijgen. Ja, ik denk dat we dat niet gaan redden. Oh, die had ik nou 3 keer gekregen, potverdorie. Oké, deze hebben we nog niet. Cool. Oké, we gaan voor de 95, jongens. Mag ik een nieuwe? Mag ik alsjeblieft een nieuwe? Oké, kijk, dit is top. Dankjewel. Nog één.
Nee, nog één. Nog één nieuwe bedoel ik. Ja, dankjewel. Oké, daar hou ik het even bij als ik het niet erg vind. Kunnen hier dus verder naar beneden? Hier links is ook nog wat. De brug is ingestort. Ja, jij hebt zeker muntjes van mij nodig, hè? Ik wist het wel, jongen. Bouw even die brug voor mij. 50 van die paarse munten heeft me dit gekost, hè? Allemachtig. Oké, dankjewel, Poplin. En nu? Oh! Kamek vlieg langs. Kamek vlieg nog een keer langs. Wat kom je doen? Wat ga je... Je gaat mij weer met je PlayStation-spel betoveren. Oh, daar komt het Bowser-schip gewoon midden in die vulkaan, jongen. Wat komt hij hier doen dan? Is dit dan zo'n moeilijk level? Kijk, er zit namelijk zo'n bloem. Nee, volgens mij is dit gewoon een normaal level die even tussendoor komt. Een luchtgaljoen. Ja, ik blijf dit schip echt lijf vinden. Gewoon hoe dat eruit ziet. Hoe dat gemaakt is. De haar van Bowser en zo. Oké, we drukken even hierop. En dan, kom ik daar beneden? Oh, we kunnen gewoon hier aan hangen. Kijk, op deze manier. Oké, ja, weet ik veel. Hotseflots. Zo, doei. Oké, cool. Dus dan gaan we lekker zo hangen. Een beetje klimmen. Moeten we deze even meenemen? En dan kan ik hier langs waarschijnlijk. En dan? Dan moet ik hier sliden en dan zo. Ja, die hebben we ook te pakken. Soepeltjes. Soepel. Heerlijk dit. Oké, nemen we deze even mee. Zo, dan kunnen we zo omhoog springen. Dit muntje pakken en door naar het volgende stukje. Kan ook even wachten. Dan kan ik zo op hun springen en dan... Oh, het is die vlots. Oh, we moeten... Hoe ga ik daaronder? Oh, wacht even. Kan ik met een bel die pakken? Ik heb hem wel, maar... Volgens mij moet je die ook met een bel kunnen pakken op de een of andere manier. Is dat dan op deze manier? Nee, die bel die pakt hij niet. Oké. Ik ben hier overheen gesprongen. Ik weet niet of dat nu de bedoeling was. Maar maakt niet uit, we zijn gewoon door. Dus dan is het goed. Gewoon één leven opgeofferd om dat ding te pakken. Om dat teammuntje te pakken. Oké, we gaan door. En dan zijn we weer bij een checkpointje. Ik pak deze er even bij. Oh nee. Oh, wacht. Rustig. Kunnen we hem nog pakken? Oh, ik kan hem nog net pakken. Lekker. Woe. Oh, kijk, nu gaat Bowser weer. Die gaat mij weer proberen te schieten. Ja, maar dat lukt jou niet, vriend. Wat moet ik doen? Oh, wacht. Ik werd echt keihard geprankt door Bowser daar. Oké, ik denk dat ik die de Sophia de muur moet pakken. Precies. Ah, ja. Laat me met rust. Let's go. Stop het, Bowser. Stop. Oké, schiet eens hier. Ik denk namelijk dat ik daar moet zijn. Oké, nee, dus blijkbaar niet. Hallo, Bowser. Doei, Bowser. Doei. Oh ja, dan moeten we hier weer naar het einde toe rennen natuurlijk. Oké. Ik moet duidelijk hier aan trekken om de vlam terug te laten dringen. Oh, en dan moet ik wel even rekening mee houden. Hoe werkt dit? Moet ik nu gaan rennen? Moet ik nu door de lucht of zo? Moet ik deze nu naar rechts meetrekken? Zo. En dan deze? Oh ja, kijk, nu valt hij. Oh, easy. Ik trok het precies de verkeerde kant op. Ik dacht veel te moeilijk weer. Hoppakee, Bowser's machine, Bowser's vliegschip is weer gesloopt. Lekker Mario. Pieuw, pieuw, pieuw. Ga maar in de lava. Oh nee, oké, je valt net op het land. Oké. Ah, oké, top. Kennen we hier naartoe? Oh, via deze kant kunnen we ook naar beneden. Wat een hoop levels, joh. We gaan nu naar het level dat heet onder de voeten is. Oké, dit zijn lava blokken, ja. Ja, daar moeten we even voor oppassen, zo te zien. Oké. Dan gaan we dit doen. Gaan we deze laten rennen? Nee, die had ik de andere kant op moeten laten rennen natuurlijk. Zodat we dit blokje kapot konden maken. Oké, maar dat kan ook zo. Cool. Is er ergens van mijn paddenstoel? Dankjewel. Oh, moet ik hem wel pakken trouwens. 10 muntje. Ja, hoppakee. Oei. Oh my god, komen die dingen nou gewoon op mijn hoofd gebounced? Dat is even normaal, joh. Ik kan wel hier naar boven trouwens. Wat zou hier boven zijn? Is hier iets? Hij trekt het niet meer. Ja. Oh, deze moeten we hoog houden. 2. En nog een keer. Oh, kijk. Hoppakee, ik ben een olifant. Kunnen we deze even kapot maken? En dan gaan we hier in de buis. In de buis naar beneden. Oké. Oh, dan heb ik een ster. Cool, kan ik even lekker gaan rennen? En de 10 munt is van mij, hoppakee. Oké, dan zouden we dus deze kunnen pakken. Ik denk dat ik jouw water moet geven. Dat was ook de bedoeling. Dan moet ik wel even weer
eentje pakken. Oké, hier hebben we er één. Even voorzichtig en rustig aan nu. Wat? Waarom komt er geen water uit? Is er toch water in? Waarom komt er allemaal geen water uit? Hier, gooi eens gewoon water. Hier, dit is precies wat ik wilde. Waarom duurde dit zo lang? Waren die anderen leeg of zo? Oké, wat moet ik doen? Ik moet hier naar boven klimmen. Ah, we moeten deze munten gaan zoeken. Oké, cool. Voilà. Zitten hier één in de muur toevallig? Nee? Waar is de volgende? Waar is de volgende? Die zitten sowieso aan de linkerkant. Ik heb nog 63 seconden. Om de volgende te vinden. Die zit daar. En de andere die zit hierboven. Zwem. Zwem. Lukt u. Oh, zit hij niet hier? Oh, hij zit hier links. La 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 la. Zwemmende olifant. Ja, ik heb het nog niet zo vaak gezien. Kunnen olifanten zwemmen? Ja, volgens mij. Nou ja, zwemmen weet ik niet. Ze kunnen in ieder geval wel zich door water verplaatsen. Dat is natuurlijk super groot. Maar of ze echt kunnen zwemmen? Ik denk het misschien wel. Ze zijn wel heel zwaar. Ik zit in volledige twijfels door deze game. Ik ben helemaal opgebloeid. Oh, wat fijn voor je dat je bent opgebloeid. Okay, we moeten heel duidelijk hier helemaal naar boven. Dan moet ik wel... Oké, ik dacht dat ik ergens water vandaan zou moeten halen. Maar ik kan ook gewoon heel snel springen als er... Ja, en dan deze zo pakken. Dank u! Lekker! En dan zal hier het einde van het level zitten. Kunnen we gewoon zo rennen en dan... lekker springen! Wat ziek idee. En ook hier pakken we gewoon alles. We zijn lekker bezig hoor. Om deze game 100% uit te spelen. Oké, we hebben hier een huisje. De Smulgrotte Observatorium nummertje 3. Voor een gratis wonderbloempje, denk ik. Ik had een vurig verlangen om het paleis zelf weer te heroveren. Maar het was me iets te eten onder de voeten. Zo gevaarlijk. Ik weet niet hoe jullie het uithouden. Oh, maar ik heb wel iets gevonden voor jullie. Nou, dankjewel joh. Dankjewel voor de bloempie. Ik bedoel, ja, het zaadje wat een bloempie kan gaan worden. Oké, nu kunnen we dus langs twee kanten naar beneden. Ik pak even de linkerkant. Dan hebben we hier de deining in de lavatunnel. Oké. Dank u wel. Waar moeten we naartoe? Dit ziet er wel pittig uit zo. Ja, en ik voel me heel groot met olifant. Kan ik hierin? Of in die andere? Nee, hier kunnen we allebei niet in. Hey, ga jij eens even... Gaan jullie eens even... Oh, wieberen. Ik wil even deze pakken. Oh my booty. Ga weg. Ga weg allebei. Opzouten. Hoppakee. De wonderbloem. Maar wat gebeurt er allemaal dan? Wat is dit voor een sikke boss battle? Kan je even die weghalen? Wat zit je nou op mij te schieten, jongen? Wat moet ik doen? Wat moet ik tegen jou doen? Ik denk dat ik gewoon moet overleven eigenlijk. Volgens mij is dat de bedoeling. Oké, we kunnen nu naar links. Je moet gewoon eigenlijk even opletten waar hij schiet. Kijk, hij schiet nu volgens mij door het midden of hij schiet nu overal naartoe. Kijk, hij schiet eerst rechts, dan links. Of dan midden en dan links, denk ik. Ja, dit gaat goed komen. Nog 12 seconden. Ik heb het volste vertrouwen in. Ik ga even deze muntjes allemaal pakken. En daar is hij, hoor. Daar is het wonderzaadje. Oké, checkpoint is ook gehaald. Dat is top. Springen we hier naartoe en dan gaan we weer. We moeten daar iets pakken. Dat kan wel. Dan moeten we even wachten tot die beetle daaronder is. Dan kunnen we op die beetle's hoofd springen. Kijk, dan gaan we zo. En dan zo. En dan, hoppakee, dan leven we gewoon nog. Lekker dit. Heel goed. Oh, ik moet even bukken, want het ding gaat vet hoog. Zullen we nou de derde pakken? Dan gaan we zo. Dit was super dom. Waarom sprong ik überhaupt? Dat was echt een panieksprong voor niks. Kijk, nu hebben we wel een ster. Maar ja, dan kan ik nog steeds niet in de lava springen, denk ik. Ik ga denk ik via de laatste of zo. En dan hier op de ene laatste springen. En dan hier op doorlopen op de volgende. Oh, dan moet ik onderlangs. Oh, die is zo lastig. Wanneer je een gat, gifpoel of lava valt, krijg je een extra kans om jezelf in veiligheid te brengen. Die hebben we even nodig. Ik bedoel, ik heb niet voor niks zo hard lopen werken voor al die badges. Af en toe mag ik er ook best wel even eentje gebruiken. Kijk, als het nu niet in één keer lukt, dan kunnen we gewoon via het lava gaan. Zo op deze manier. En dan hebben we in ieder geval gewoon een teammuntje te pakken. Het is een beetje cheaten, maar ja, hè? Ik heb niet voor niks die badge gepakt. Oh jeetje, dit gaat snel. Ik wil eigenlijk denk ik gewoon een beetje blijven staan. Oh, ik had moeten springen. Ik wil het in één keer halen, dus ik ga even dood. En jump, 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 jump. Ah, helemaal klaar mee. Door naar het volgende level. Oké, maar en nu kunnen we dus verder naar links en dan... Oh, we zijn er. Maar we hebben 25 wondenzaadjes nodig. Die hebben we nog lang niet. Ik denk dat dit een nog lastiger level is, jongens.
Dit is zeg maar het laatste level voordat we de laatste bloemen omtrent Bowser weg kunnen halen. De beschermende bloemen. Dus ik verwacht veel van dit level. Dat dit toch wel echt een moeilijk leveltje is. Even wachten. Ja, gewoon zo. En dan op het randje springen en dan door. Ja, oké. Okay, ja, dit gaat op zich wel aardig. Oké, hier is ook een tandwiel. Moet ik daarin? Ja, ik moet daarin. Ja, cool. Oké, nice. Dankjewel, Bloem. En daar hebben we een checkpoint. Oké, die pakken we ook even mee. Want ik denk dat die waterbloemetjes, die zijn wel heel nice. Oh, ik moet hierin, hè? Ja, ik moet dit ding laten rollen. Ik had alweer zo'n vermoeden. Ik dacht alweer dat het die kant op zou gaan. Wat is een kiddie. Oké, er komen ook vogels aan. Die kunnen we wel een beetje schieten zo. Ik denk dat ik nu wel een beetje op moet gaan letten. Oké. Deze pakken. Cool. En daar is een 10 munt aan de buitenkant. Dan moet ik dus aan de buitenkant zien te komen. Oké, is goed. Gaan we doen. Lekker. Zou hier het einde van het level al gelijk zijn? We hebben nu alles gehaald wat we moeten halen in dit level, namelijk. Er zit alleen nog een wonderzaadje ergens. Eventjes hierop bouncen. Ja, kijk, hier is die. Oké. Zo'n vette draak. Dit is zo cool. Dit vind ik heel leuk. Love it. Oh, dit voelt gewoon een beetje als Zelda. En we moeten nu over de paal heen. Ja, lachen dit zeg. Oh, dit is weer echt heel cool gedaan, man. Af en toe heeft deze game toch weer levels die je dan gewoon verbazen. Hè? Dat je denkt, oh, dit is zo vet. En dit is precies weer zo'n level. Oké, hij maakt even een looping. Hij lijkt een beetje op een Yoshi. Met zijn blik die hij heeft. Oh, en nu? En nu? En nu? Oké, ja, ik moest even op hem wachten. Ik moest even de andere kant op. Jeetje, ik was even bang dat het helemaal fout zou gaan daar. En we gaan nog verder door. En dan zijn we er, denk ik, hoor. En dan nu? Krijg ik een wonderbloem? Ja, daar is die. Doei, draak! Doei, het was super vet! Een van de tofste levels. De vorige level was heel vervelend. Dit was een van de tofste levels in de game. Moeten we alleen nog even zorgen dat we straks goed gaan springen. Lekker! Oké, en dan kunnen we dus nu hier naartoe. Maar ja, ik heb nog 6 wonderzaadjes nodig. Hier is blijkbaar weer een blokkade, wou ik zeggen. Ja, dan moet ik jou weer gaan helpen. Jij kan dit wel. Ja, hier, hoppakee. Pak deze 50 paarse munten even van me aan, vriend. En haal dit blok voor mij weg. Babababababababab. Dankjewel. Oh, maar hiervoor is trouwens ook nog een level. Die sloeg ik gewoon even over. Monsterjacht, de grotarena. De grotarena's zijn altijd super cool. Ik ga gewoon voor deze kracht die ik al heb. Ik ga gewoon de bellenblaas gebruiken. We moeten 8 van deze choppies verslaan. Oh, ik had wel even mogen wachten blijkbaar. Schiet hem. Schiet er nog meer. Lekker. Daar is er nog 1. Oh, het zijn er nog 2. Ja, die hebben we ook allebei. Cool. Wel jammer dat ik 1 power-up al kwijt ben. Ik zat even niet op te letten. En door. We hebben 4 levels blijkbaar. Oké, allemaal vliegende beesten. Oké, die kunnen we hebben, jongens. Die kunnen we hebben. We kunnen ook gewoon er bovenop springen. Dan gaat het ook goed komen. Er zijn er nog 5. Ik denk dat die... Oh, die zijn allemaal hier. 3, 4. Er is er nog 1. Waar dan? Oh, hieronder. No, en ik verlies mijn power-up ook nog. Oh, dit was geen goede ronde. En ik heb geen goede power-ups meer, dus ik moet nu op iedereen's hoofd springen. Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt. Oké, ik moet Piranha Plant verslaan. Hoe? Moet ik deze omhoog gooien? Ja? Oké, ik had ze misschien gewoon moeten laten schieten naar boven. Zo. Kijk. Oké, dit duurt te lang. Dit duurt veel te lang. Wat is de flots? Oké, cool. Nog 2. Die eentje zit hier. Schieten. Kom op! Hij was net eruit. Oh, maar ik had hem nog. Zou ik het nog kunnen redden? Als we snel zijn, misschien wel. Geen idee hoeveel seconden ik heb. Oké, ik ga jou even zo pakken. Dan, ik pak jou ook. Oh, ik moet een aanloopje pakken. Ja, cool. Zo. En dan ga ik jou zo pakken. Pak ik jou. Oh, jij schiet mij. Jij draak die je er bent. Hoppakee. Dan gaan we nu gelijk hier naar boven. Dan is er nog 1 over. Moet even wachten tot hij zijn vuurballetje weg heeft. En dan door. Ah, ik denk dat ik net te laat ben. Ik denk dat ik het net niet haal. 90, 91, 92. Ah! Ik denk dat ik 90 seconden erover mocht doen. Nee, 100. We hebben wel alles. Lekker. Woe. En dat ging niet eens heel goed. Maar we hebben er wel. Oké, nog 5 wonderzaadjes te gaan. Oh, zitten die dan allemaal? Hier moet ik door deze buis. Waar komen we terecht dan? Oh, hier zijn nog wat levels. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als we dit kasteel halen.
Dat gaan we doen in de volgende video. Dus duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!